Jij bent een bezig bijtje. Ja, zeker. Een bijzondere expositie in het Natuurhistorisch Museum. Uniek omdat deze bijententoonstelling tegelijkertijd open gaat in 10 andere musea in Nederland. En kan je me vertellen wat je allemaal aan hebt? Ik zie een pak, ik zie zakken. Ik heb een hobbeljas aan. En volgens mijn moeder zijn dit zakken met stuifmeel. Nou, ik vind het wel een leuke expositie en er is heel veel informatie over de bijen. Wat ben je nou over de bij te weten gekomen wat je nog niet wist? Dat er heel veel alleen maar te zien zijn in natuurgebieden. En dat een van de grootste vijanden van de bijen wel de mens is. In tegenstelling tot de honingbij is de wilde bij een anarchistisch type. En dat zie je ook af aan de styling van de expositie. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, want het is heel hip en cool en punk vormgegeven. En eigenlijk die bijen, je bent gewend over bijen te hebben, over de honingbij die samenwerkt en danst en iedereen gezellig samen. Nou, dat doen die wilde bijen helemaal niet. Het is de tirannie in een hommelvolk. Het gaat niet heel goed met de wilde bij in het Rijnmondgebied. En dit is wat je kan doen om hem te helpen. Wat je kan doen is zorgen dat je meer groen hebt, meer bloemen. Minder bestrijdingsmiddelen, dus ook de tegels uit je tuin. En zorgen dat de boeren beter gaan beheren. Bedrijventerreinen groener zijn. Allemaal dat soort dingen.